We dansen hip-hop. En binnen hip-hop hebben we wel verschillende stijlen. Je hebt bijvoorbeeld heel erg down-to-earth en vrouwelijk en zo. En we proberen wel zoveel mogelijk verschillende dingen in onze mix te laten zien. En beschrijf eens de sfeer binnen jullie groep. Hoe hecht zijn jullie met elkaar als groep? Nou, we zijn best wel hecht, want we kennen elkaar allemaal al heel lang. De samenstelling is wel een beetje veranderd, want er zijn een paar nieuwe bijgekomen, maar dat klikt ook meteen wel goed. En we zitten altijd na dans te chillen daar. Dus met z'n allen gezellig hele avond. Dus het is leuk. Hoe intensief hebben jullie getraind na aanloop van de wedstrijd? Best wel intensief. In het begin deden we één keer per week, maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe vaker we gingen trainen. Dus het werd dan wel al gauw 2 tot 3 keer per week, denk ik. Beschrijf eens de dag van de wedstrijd van begin tot eind. Hoe hebben jullie dat ervaren? Het was natuurlijk heel gezellig. Het was een hele lange rit in de auto. Dus dan kom je eruit en dan is iedereen een beetje duf nog. Maar dan ben je met z'n allen langzaam mee opmaken, aankleden. En dan kijken naar alle andere teams. En er was dan ook een hele leuke jury, dus we waren wel blij met z'n allen. Leuk om het daar kregen. Wat ging er door jullie heen toen jullie de eerste plek hadden gewonnen? Ja, heel veel plezier. En we waren echt heel erg trots op onszelf. En dat was gewoon echt één groot feest te horen dat we eerste waren. En hoe heb je het met elkaar gevierd? Uit eten. Nou ja, met een McDonald's. Maar wel heel gezellig met elkaar eten nog daarna. En wat staat er nog meer op de planning bij jullie? We gaan waarschijnlijk naar het WK in Schotland, is het volgens mij. Maar dan moeten we even kijken hoe dat kan. Het is in de vakantie, of iedereen kan het vervoer, want het is natuurlijk wel prijzig alles. En dan blijf ik af. Dus we moeten even nog goed trainen.